CO2-uitstoot is een probleem waarover steeds meer bewustwording ontstaat. Mensen willen groener en duurzamer vervoer. Het terugdringen van CO2-uitstoot is iets waar je als onderneming aan kan bijdragen door bijvoorbeeld in te zetten op duurzame mobiliteit. Wijnand Akkerman van Wagenplan Autolease legt uit hoe je als leasemaatschappij daaraan kan bijdragen. Het is belangrijk om CO2-uitstoot tegen te gaan, omdat we inmiddels allemaal weten wat het effect daarvan is op de klimaatverandering. En daar kan je als ondernemers met elkaar allemaal een steentje aan bijdragen. Er zijn verschillende manieren om CO2-uitstoot te reduceren. Bijvoorbeeld pak eens de fiets in plaats van de auto. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik pak de fiets en ik kies dan met een collega voor een deelauto. Daarnaast kan je ook kijken naar wat zijn de alternatieven, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of een elektrische scooter. En als er dan toch een auto nodig is, dat je kijkt van, is een elektrische auto, een plug-in hybride of een auto op groen gas een alternatief voor mij. Als je rekening houdt met de uitstoot van CO2 bij de keuze van een auto, is het belangrijk om te kijken van hoe ga je de auto gebruiken in de dagelijkse praktijk. En dat je bijvoorbeeld als je kiest voor een plug-in hybride of een volledig elektrische, dat je ook goede faciliteiten hebt. Een voordeel van duurzame mobiliteit is dat het extra geld kost. En dat hoeft niet zo te zijn, want als jij in een schone, zuinige auto rijdt, verbruik je ook minder brandstof. En dat heeft gelijk een positief effect in de portemonnee. Je kan als bedrijf zijnde je CO2-uitstoot compenseren door eerst een stap daarvoor te kijken hoe kan ik mijn CO2-uitstoot reduceren. Dus wat kan ik doen om het te verminderen? Uiteindelijk kom je dan toch op het punt dat je je CO2-footprint, zoals dat zo mooi heet, weet. En op basis daarvan kan je kijken waar kan ik in investeren in duurzame projecten om ervoor te zorgen dat het gecompenseerd is. En dan kan je denken aan zonne-energie of een windmolenpark. Ik denk dat als je het hebt over CO2-reductie, dat elektrisch rijden daar een hele grote rol in gaat spelen. Je ziet het al aan de ontwikkeling van de modellen van de auto's. Als je 5 jaar terugkijkt, dan toen was er bijna nog niks. Nu zie je ook gewoon dat de grotere merken ook de elektrische auto omarmd hebben. En ook mooie modellen ontwikkelen, ook voor de zakelijke markt. Het voordeel van elektrisch rijden is dat je zorgt voor een reductie aan CO2-uitstoot. Zeker op de plek waar je rijdt. Dus rij je bijvoorbeeld in de binnenstad elektrisch, dan zorg je in ieder geval dat de lucht daar niet verder vervuild wordt. En dat je geen koppeling hebt. Dus je gaat als één rechte lijn versneld het voertuig. Het rijdt ook soepel, geen lawaai. Dat rijdt ook prettig. Maar naast al deze voordelen van elektrisch rijden is natuurlijk het allerbelangrijkste het duurzame aspect.